Goedemorgen, welkom op Amsterdam Centraal. Vandaag wordt een prachtige dag. Ik ga namelijk mijn eigen datingprogramma maken. Dit is serieus een droom die uitkomt, mensen. Ik wil al zo lang mijn eigen datingshow. Vandaag gaat het gewoon gebeuren. Er komt vandaag een jongen genaamd Etienne. En Etienne gaat op date met 3 verschillende vrouwen in een trein. En niet zomaar een trein, maar in de Calvijntrein. Oh yeah. We hebben vandaag gewoon onze eigen trein. Deze video is namelijk in samenwerking met NS. NS heeft een nieuwe service genaamd de Treinwijzer. En met de Treinwijzer kun jij je reis van tevoren aanmelden om te checken hoe de verwachte drukte in jouw trein is. Super handig, ga ik jullie straks wel meer over vertellen, maar eerst vragen jullie natuurlijk af, welke kerel gaat er vandaag op date? Nou, een paar dagen geleden plaatste ik deze oproep op Instagram. Ik ben op zoek naar een vrijgezelle man tussen de 18 en de 28. Uit alle aanmeldingen heb ik gekozen voor Etienne. Hij houdt van reizen, de wereld zien en als dat nog niet genoeg is, is hij ook nog eens gitarist. Ik ben Etienne. Samen met hem deed ik nog een oproep. Zie je hem nou en denk je, nou dat zie ik wel zitten, kun je je aanmelden. En nadat duizenden vrouwen zich hadden aangemeld, heb ik er zorgvuldig 3 uitgekozen die het beste passen bij Etienne. En vandaag gaan zij op date met Etienne. Dit wordt prachtig. Voordat Etienne de trein instapt, meldt hij nog even zijn reis aan in de Treinwijzer app. Zo kan hij de verwachte drukte in de trein zien. Nu hebben wij natuurlijk onze eigen love coupé, maar als jij de volgende keer met een normale trein reist, meld je reis dan vooraf even aan. Want hoe meer mensen dat doen, hoe prettiger je kan reizen. We zijn onderweg van Amsterdam naar Utrecht. Op elke halte komt er een nieuwe dame aan boord. Daarmee ga je op date. Je mag dan besluiten na de date of je die dame op het station achterlaat. Beetje onaardig, maar dat mag. Of als je denkt, nou, is wel leuk, maar ik weet het nog niet zeker. Ik wil die andere ook wel zien. Dan mag je haar in de wachtcoupé zetten. Dan mag ze even lekker wachten. Spelletje spelen, weet ik veel wat ze kan doen daar. Of als je denkt, nou, dit is gewoon de vrouw van mijn leven. Liefde op het eerste gezicht. Dan mag je meteen zeggen, hou maar op. Dit is er. Ik neem haar mee naar huis. Dat kan ook. Leuk man, dit. Hey. Love is in the air. Netjes. We zijn over een paar minuten zijn we op Utrecht. Daar staat Sanne te wachten. Dat is de eerste date van Etienne. Zij heeft zich aangemeld. Ze gaan een prachtige date hebben. Ik weet het nu al. Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten. Ze is er straks. Dit is Sanne. Ze is 21 jaar en komt net als Etienne ook uit Hellevoetsluis. Ze werkt in de horeca en volgt een opleiding tot sommelier. Ze is spontaan en ze danst de sterren van de hemel. Dit is het moment. De eerste date kan beginnen. Hallo. Hi. 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 Etienne. Zullen we het even zo doen? Ja. Sanne. Hi. Sanne. Hi. Leuk. Ja, zeker. Ik ga meteen even met de deur naar huis vallen. Ja. Ik heb een liedje voorbereid. Ja. Als je het leuk vindt, kan ik hem voor je spelen. Nou, tuurlijk. Ja? Dan zeg ik geen nee tegen. Hij heeft een liedje voorbereid. Magistraal. Ik wist dit niet eens. Ik heb het hiervoor speciaal een beetje geschreven. Ja. Het is niet een heel lang liedje. Ik moet er niet heel veel van verwachten, maar ik wilde wel iets doen. Oh, om gewoon een beetje te laten zien. This is a love song for the one who doesn't know me yet. This is a love song for the one I have never met. Ja, of Sanne vindt dit helemaal geweldig. Of misschien is het ook wel, misschien sloot hij zich wel heel erg uit. Ik weet het niet. Super mooi. Dankjewel. Hallo, 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 hallo. Dit is Calvijn. Ja. Etienne. Ja. Sanne. Ja. Wat willen jullie drinken? Ik vind met iced tea green, denk ik. Doe voor mij maar de alcoholvrije champagne. Kijk, wat een gezelligheid, wat een feest. Waar kom je vandaan? Hellevoetsluis. Ook Hellevoetsluis? Ja, zeker. Zo? Ja. Apart, daar hebben we nog nooit naar tegengekomen. Ik zoek altijd mijn jongens een beetje ver weg. Omdat in Hellevoet zijn nooit echt leuke jongens. Maar toen dacht ik, ja, maar waarom heb ik deze nooit gezien? Dus ja, vandaar ook eigenlijk een beetje mijn aanmelding. Want ik dacht, ja. Heb jij nog hobby's? Ik doe steldansen. Oké. Okay. Dus echt het klassieke dansen. Dus, Ik heb wel ook op steldans gezeten. Oh, echt? Ja, mijn ex was dat toen. Ja? Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden hoor, een half jaar geleden. Want toen het uitging heb ik dus ook gestopt. Oh, dus volgende keer kom je gewoon met mij mee de vloer op. Ja. Ik heb al heel veel dansstijlen ook gedaan. Ik heb ook een stukje hip-hop gedaan, moderne dans gedaan, buikdansen, paaldansen, eigenlijk al dat soort dingetjes. Ja, buikdansen, paaldansen. Ik ken geen één man die dan zegt, oh nou nee, ik heb helemaal niks. Heb ik helemaal niks met paaldansen. Ja. Oké. Kleine ongemakkelijke stilte. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Dat is gewoon, soms heb je die. Hallo, 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 hallo. Misschien kunnen jullie elkaar wat beter leren kennen. Dus ik heb gegoogeld vragen die je kan stellen tijdens een eerste date om elkaar echt te leren kennen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
toen het uitging met mijn ex en dan een week daarna of zo. In het begin was het een beetje twijfelgeval of nou wel of niet. Ja. Dat was het echt direct. Echt het besef dat het... En toen was ik met mijn ouders. Dat is het laatste keer dat ik altijd heb gehuild, denk ik. En daarna niet echt meer. Lekker. Kijk, nu gaan we ergens naartoe. Gesprekken over exen. Dat wil je. Nee, ja, ik denk 2-3 weken geleden of zo. Ik had gewoon niet lekker in mijn vel en ja, daar zit ik al zo lekker emotioneel. En toen zei iemand een opmerking tegen me, gewoon op het werk als grapje. Van, ja, je gaat toch ergens zo, want ik ga naar een nieuwe baan toe. Toen ook echt zoiets van, oh, ja, maar, oh. Ja. Oh ja, ik ga weg. Dus dan ga je ergens anders heen? Ja. Wat ga je dan doen? Ja, eigenlijk hetzelfde, alleen een ander restaurant met meer doorgroeimogelijkheden. Oh, oké. Okay. We waren even de diepgang in en nu zijn we weer aan de oppervlakte. Ook prima, dat is ook prima. Hallo lieve mensen, jullie mogen afronden en dan mag Sanne mag trekken. Nou, ik vond het in ieder geval echt super gezellig. Ja, dat was gezellig. Succes nog met andere dates ook. Ja, dankjewel. Tot ziens. Doei. Yo, hey, hey Jen. Vond je het gezellig? Ik vond het wel gezellig, ja. Zo zag het er ook wel uit. Mm-hmm. Jelle, veel gemeen. Ja, precies. Ja. Dat is toch goed gematcht? Ja, precies. Of je trapt haar eruit, of ze blijft in de wachtcoupé, of ze is de winnares. Maar de vraag is natuurlijk, heb je besloten? Ik heb besloten. Ja? Ja. Weet je wat het gaat worden? Ik weet het zeker. Ja, je moet wel, want we rijden nu het station binnen. Ja. We gaan het zien. Kiest hij Sanne nu al als winnares? Of zet hij haar even on hold in de wachtcoupé? Of vindt hij het niks en blijft ze achter op station Zwolle? Ik hou het niet meer. Laat het me zien. Hij zet haar in de wachtcoupé. Wat betekent dat ze nog steeds meedoet, maar Etienne nog even de andere dates wil afwachten. Op naar de volgende. En dat is Inge. Inge is 19 jaar oud, komt uit Voorhout en ze is opgegeven door haar beste vriendin. Naast dat ze super sportief is, gaat ze ook graag met vriendinnen naar het terras. En ze kruipt ook nog eens gezellig naast je op de bank om voetbal te kijken. Welke man wil dat nou niet? Let the date begin. Waarom zei ik dat in het Engels? Ik weet het niet. Oh ja. Hi. Hoi, Inge. Hi. Ik ga meteen met de deur naar huis vallen. Oh. Een liedje voorbereid. Oh, echt? Ja. Oh, wat leuk. Het is weer een liedje. Is het altijd hetzelfde liedje bij Etienne of niet? This is a love song. Altijd hetzelfde liedje met de jongen. Bedankt. Alsjeblieft. Oh, mooi man. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, de kop is eraf. Het liedje is gespeeld. Tijd voor een goed gesprek. Die heb je zelf gemaakt? Ja, ik zelf geschreven, ja. Oh, nee. Je doet het goed. Dankjewel, dankjewel. Het is echt heel mooi. Heel veer. Alsjeblieft. En je woont nog thuis? Met mijn vader en mijn zus woon ik nu nog thuis. En we hebben laatst een puppietje erbij gekregen. Oh, leuk. Ja. Dus, eerste huisdier of niet? Nou ja, ik had ook vissen. En jij, ben je nog huisdieren? Nee, mijn moeder is overal allergisch voor. Oh, echt? Ja. Oh ja. Ik kan nog thuis. Ook voor vissen. Je kan van de buitenkant niet helemaal zien of ze het zeg maar naar hun zin hebben. Ik mis wel een bepaald enthousiasme bij Etienne, maar misschien ligt dat aan mij. Ik ben best wel sportief. Ik deed aan topsport, heb ik gedaan. Wat heb je dan voor sport gedaan? Wedstrijd zwemmen deed ik. Oh, oké, okay, ja. Dus zat ook helemaal het Nederlands team en zo. Yes. Maar ik moest daar dus mee stoppen. Dus toen ben ik ook helemaal gestopt met zwemmen. Kom op, waarom ben je gestopt? Dat is de vraag. Waarom is ze gestopt? Ze deed topsport, zwemmen. Ik wil dan weten, waarom ben je gestopt? Ja, zeker. Dat was heel leuk. Dus, waarom ben je gestopt? Vraag het. Vraag het. Nooit heb gezien, laat maar zeggen. Ja. Ik bedoel, echt één keer bij mijn geboorte, maar ja. Ik ga het gewoon vragen. Ja. Hey, waarom ben je gestopt met zwemmen? Oh, ja. Ze zijn erachter gekomen dat ik een gen in mijn lichaam heb. Dus de wanden van mijn bloedvaten zijn heel dun. Dus met hoge inspanning, krachttraining en zo, kan het zijn dat het gaat barsten. Toen hebben ze dus gezegd, stop maar met topsport, je mag niet harder dan 80%. En zoek het uit eigenlijk. Kijk, nu hebben we wat. Oh, jongen. Het is best wel moeilijk om dan, als je zoveel hebt gesport, om dan opeens niet meer... Ja, het doel was natuurlijk Tokio. En dan opeens 2 jaar daarvoor, 1,5 jaar daarvoor, moet je zeggen, hey, ja, het doel is weg, je moet nu een ander doel in je leven hebben. Want ja, daarom moest ik stoppen, maar ja. Ik heb alleen met je vader woont, dus ouders gescheiden? Ja, nee, mijn moeder is overleden. Oeh, oké. Okay. Toen ik 6 jaar was mijn moeder overleden. Dus ik ben alleen met mijn 2 zussen en mijn broer. Uh-huh. En mijn vader dan. Ja. Misschien zorgt het ook wel daarvoor dat ik heel positief ben. En ik gewoon, ja, ik kan zeggen, je ziet altijd glimlach op mijn gezicht. Maar dat zie je nu niet met mijn mondkapje. Het is wel zo. Ja, geloof ik. Dus, kijk, dit zijn de mooie gesprekken. Nu leren ze elkaar echt kennen. Dus, dat scheelt ook. Ja. Daar is hij weer. Even de ongemakkelijke stilte. Die mag er ook gewoon zijn. Dank jullie wel. Jullie tijd is om. Nou, tot de volgende keer. Ja. Veel succes tot vandaag. Ja.
En dan zie ik je wel weer eens. Ja, doei. Doei. Ging het snel, ging het langzaam? Ja, het ging wel redelijk snel. Ja? Dat is een goed teken, toch? Je hoeft het nog niet te zeggen. Je mag ook nog even nadenken. Maar we naderen het volgende station. Dat betekent dat je dan wel een keuze moet maken. Ja. Of je Inge meeneemt naar huis, of uit de trein tapt, of in de wachtcoupé zet. Maar dat betekent wel dat Sanne weg moet. Je kan niet twee in de wachtcoupé zetten. Alleen de kaasplank was... Was geen succes. Heb je al een beetje een idee? Ik heb wel een idee, ja. Nou, gaan we het zien. Ik vind het spannend. Ik vind het echt koud en spannend. Het is weer zover. Stapt Inge uit op het eerstvolgende station of vervangt ze Sanne in de wachtcoupé en komt Sanne hier straks naar buiten lopen. Oh mijn god, wat gaat het zijn, mensen? Laat het me zien! Ai, helaas. Inge, wat gaat er door je heen? Jammer, maar ik had het wel zien aankomen. De klik was er niet echt, denk ik. Ik vind het ook niet erg. En ik ging wel ook het allerbeste, maar niet met mij. Oké, jammer. En door naar date nummer 3. Daar is ze hoor, Emma. Deze blonde stoot is 19 jaar oud en woont in de buurt van Hoorn. Net als Etienne is ze lekker muzikaal. Ze schrijft haar eigen liedjes en heeft zelfs al tunes op Spotify staan. Wee, yo! Hoi. Hallo. Hi, ik ben Emma. Hi. Hey. Hallo, Etienne. Hey, hoe is ie? Goed hoor. Ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik heb een liedje gemaakt. Oh, oké. Dus ik ga het even spelen. Wauw. Hij palmt er weer in met een stukje muziek. Zeker een goede beslissing. Wij hebben hem natuurlijk al 3 keer gehoord, dus we skippen er even doorheen. Never forget. Wauw. Zo mooi. Dank je wel. Heb je dat zelf geschreven? Ja, ik zag hem ook. Ja? Ja, ja. Emma vindt het geweldig. In de winter ben ik begonnen zelf te schrijven. Leuk, leuk. Ja. En dan schrijf ik gewoon popliedjes, zeg maar. Gewoon, ja, gewoon popliedjes. Oh, wat leuk. Ja. Ah, grappig. Ja, ik schrijf zelf ook liedjes. Echt waar, joh? Ja. Ja. Ze hebben gedeelde passies. Het is zo lekker. Ik heb ze echt fucking goed uitgezocht. Goed, maar ja, ik dacht wel, wat leuk dat je gitaar speelt. Echt superleuk. Dank je wel. Ja, wauw. Ja. Mooi. Ja, en ik heb, ja... Wow, awkward. Nee, maar... Ja, kijk, het is gezellig. Klein beetje awkward, maakt niet uit. Moet gewoon kunnen. Ja, en je hebt trouwens echt hele mooie ogen. Dank je wel. Echt heel mooi blauw. Ja. Dank je wel. Zijn jullie elkaar nou een beetje aan het versieren? Wat is dit? Godsamme. Oh, lekker. Mooi blauw oog. Ja. Ja, dus ik dacht misschien kunnen we wel samen wat spelen op de gitaar of wat zingen of zo. Ik weet niet of je dat... Ja, ik vind het leuk. Ik heb er niet zo heel veel liedjes. Als je akkoorden weet, kan ik het wel doen. Ja, dat weet ik wel. Misschien even kijken. Wow. Ik ben even weg. Meteen jam sessie, alles. Jullie denken misschien dit is allemaal bedacht, maar nee. Dit gebeurt gewoon spontaan. Er wordt gewoon gezamenlijk muziek gemaakt in de kalfijntrein. Mensen, dat dit cool. Superleuk. Ja. Yeah. Leuk, zijn ze lekker? Ja. Ja? Nou, ik faal altijd als ik eet en ik moet normaal gaan eten. Dat lukt niet. Dat gaat niet, dus ik houd erbij. Hallo, 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 hallo. Wat is iets wat weinig tot niemand van jou weet? Oké, ik heb wel iets. We gingen met de hele school naar de Efteling. Ik was echt net een klein jong meisje en ik werd dus echt bijna voor het eerst ongesteld in de bus. Dus ik zat daar zo en ik voelde zo, ik dacht, oh nee, wat is dit nou weer? En toen moesten we nog de hele dag gaan, maar ik had niks bij me. Dus... Ja, het is wel lekker aan eerlijk. Bro, waarom zou je het niet in de eerste date over ongesteldheid hebben? En toen moesten we nog een stuk in de hele school, kwam achter ons aan en wij liepen voor. En ik deed gewoon midden op dat plein, deed mijn broek uit en ik pakte een onderbroek van een ander meisje. Ik deed het aan, ik zei oké, rennen en niemand heeft het gezien. De hele school niks door, dus dat vind ik wel echt heel grappig. Dus, ik heb slecht nieuws. Jullie tijd is om. Nou, ik vond het gezellig. Ja, ik weet niet of je knuppen mag, ik mag niet echt zo. Zo maar goed, nou ja. Ik spreek je zo dan. Doei doei. Doei. Etienne. Ja. Heb je je vermaakt? Ik heb me vermaakt. Ja? Jazeker. Nou, dat is mooi. Nu komt het er wel een beetje op aan. We zijn over een aantal minuten zijn we op het station. Dat is het eindstation. Le moment suprême. Straks gaan de deuren van de trein open en dan kunnen er een aantal dingen gebeuren. Jij komt naar buiten met Sanne, de eerste date. Of jij komt naar buiten met Emma, de date die je net hebt gehad. Of je komt alleen naar buiten. En dan zat ze er helaas niet tussen. Dat kan ook. Heb je een keuze gemaakt? Nog niet helemaal.
Oh, nou ja, denk er nog even over na. Je hebt nog een paar minuten. Chill hem nog even, neem nog een, weet ik veel wat het is. En dan gaan we het zien. Ja, we gaan het zien. Het moment van de waarheid. Wat gaat Etienne doen? Kiest hij voor zijn eerste date die al een tijdje zit te wachten in de wachtcoupé? Of gaat hij toch voor de spetterende Emma, waarmee hij net de sterren van de hemel heeft gezongen? Oeh, wat een show. We gaan het zien, mensen. We gaan het zien. We zijn aangekomen op het eindstation. Met wie komt Etienne naar buiten? Met Emma, met Sanne of met helemaal niemand? What the? Oh my god. Kijk ze dan. Je hebt gekozen voor Sanne. Ja, zeker. Lekker dichtbij. Was een spontane meid. Lekker mee te praten. Ja. Gezellig. Hele andere hoek van wat ik eigenlijk bekend was. Nou, helemaal top. Ben je blij? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja? Hartstikke leuke jongen, nou, dus top. Ik ben zeker blij. Ga gezellig met z'n tweetjes de wijde wereld in. Veel plezier, hè? Love is in the air. Ik ga weer verder in de kalfijntrein. Wie weet, tot aflevering 2. Het zou zomaar kunnen. Kom!